Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een video voor tweelingvlammen lichtwerkers. Dit gaat een pittige video worden. Ik val gelijk met de deur in huis, wat ik door moest streven van de geassisteerde meesters, het spirituele rijk. Ze zijn het zat. Ze zijn het spuugzat dat, en nou heb ik het echt, moet ik de boodschap alleen doorgeven aan de mensen die ook het inzicht hebben. Die al heel lang geleid zijn binnen een reis, in hun innerlijke reis, terug naar liefde. De personen die een transformatieproces hebben doorgemaakt en op dit moment veel meer in hun eigen kracht staan, de magier zijn. De mensen die al een hele tijd geleid zijn ook door het spirituele rijk. Ook via hun eigen innerlijke stem. En daar is nou juist waar het om gaat. De mensen die wel degelijk weten wat ze moeten doen, welke keuze ze moeten maken, maar zich steeds door de duivel in verzoeking laten brengen. En dat wil zeggen dat steeds je goede voornemens, steeds als je die kracht voelt, als je inzicht hebt gehad via je innerlijke stem, nee, nu moet ik het echt gaan doen, dat je je toch weer laat verleiden door de duivel. En de duivel is of je eigen gedachten of het stemmetje van die ander waar je je door laat beïnvloeden. Interference. Steeds een iets wat ertussen komt waardoor je, en dat kan zijn door mooie praatjes van anderen, het kan zijn door je eigen angsten. Het is steeds het stemmetje wat jou afbrengt van wat je zou moeten doen. Op dit moment krijgen, want het is nu 21 december. Het is een bijzondere dag. We krijgen straks rond 4:15 staat de ster van Bethlehem aan de hemel. Nou ja, als het het heeft te maken met planeten die dan dicht bij elkaar staan. En de laatste keer is dat 800 jaar geleden geweest op deze manier. Maar ook toen Jezus geboren werd, was die ster stond aan de hemel. En ik voelde dat ook echt intuïtief als, ja, als de symboliek van het wordt nu echt tijd dat de messiassen, de lichtwerkers, echt op gaan staan. En gaan doen waarvoor ze hier geïncarneerd zijn. En Jezus heeft ook, toen hij zijn missie ging uitvoeren, werd hij ook regelmatig door de duivel in verzoeking gebracht. Het is nu tijd dat de Messias, jij dus, er niet meer in gaat tuinen. En dat niet meer door jouw plannen en door jouw doel en door jouw missie laat gaan. Deze mensen worden nu getest. 21 december, vanaf nu, is er eigenlijk een ander tijdperk. We laten het vissentijdperk nu los en we gaan naar het Aquarius tijdperk. Daar zijn we al 10 jaar op voorbereid. En het is nu zaak, en we zien het ook in het collectief gebeuren wat er aan machtsmisbruik speelt. Er zijn 144.000 mensen geïncarneerd om te helpen de wereld op een hoger plan te krijgen.
het verhaal ook van die, de 144.000 met Sanat Kumara. Ik zal er een lering onder deze video plaatsen. Maar helaas, heel veel van die 144.000 voldoen niet aan hun goddelijk plan. En hebben nog steeds egoïstische motieven. Geld, bezittingen, keuzes worden niet gemaakt of wel gemaakt. Heeft met geld, bezittingen te maken. Met angst voor verlies van partner, angst voor verlies van veiligheid, angst voor verlies van goederen, bezittingen, banen. Noem het allemaal maar op. Dat is die duivel. Die houdt, dan ben je nog zo gehecht aan de materiewereld. En dat je niet doet waarvoor je hier gekomen bent. Die magie te zijn. Vanaf nu, en dat is ook de bedoeling van 21 december, er wordt vandaag extra veel goddelijk licht uitgegeven. En dat wil zeggen dat je nog meer aha-ervaringen krijgt. Nog meer inzichten krijgt. Zeker weet van hoe of wat. En als je het inzicht hebt, kun je niet meer zeggen, ik heb het niet geweten. Ja, je kunt je daar weer in gaan laten verleiden door de duivel om net te doen alsof je niet weet. En om de status quo te handhaven. Maar ja, de geassigneerde meesters zijn het zat. Want kijk, er is nu wereldwijd dat er een bepaald plan wordt uitgerold. Maar dat is niet de bedoeling. Het hogere plan moet gemanifesteerd worden. En dat is het plan van Saint-Germain. Dat is het de Gouden Eeuw. En dat is dus dat we terug naar liefde moeten. Terug naar onvoorwaardelijke liefde moeten. Goddelijke liefde. En dat is niet pleasen. En dat is dus niet machtsmisbruik toestaan. Het is genoeg is genoeg. We laten het niet meer toe. Niet in je eigen leven. Niet in andermans leven. Ik heb al een tijd geleden een video moeten maken over de pleasers. Nou, ook die worden weer aangesproken. Die zijn nog steeds trouw aan destructieve heersers. Het zijn hun eigen relaties, familierelaties, liefdesrelaties, vriendschappen, whatever, werkrelaties. Trouw zijn aan destructieve heersers. De meesten zijn het zat. Dat kan niet meer. In ieder geval niet meer voor die mensen die magier zijn. En die hier geïncarneerd zijn om hun missie te vervullen. Juist deze mensen scheppen ontzettend veel lijden voor zichzelf als ze zich door de duivel blijven laten verzoeken. En het is geen straf van het spirituele rijk. Nee, het is het oordeel wat je over jezelf uitroept door niet je innerlijke stem te volgen. Want het is jouw innerlijke stem namelijk. Maar uit angst en uit uit angst doe je het niet. Dat doe je niet wat je moet doen. En laat je een situatie voortduren, terwijl die situatie niet meer mag voortduren. Dat het gewoon niet meer zuiver is om dat voort te laten duren. Dus, die mensen worden getest. En het gaat heel rap. Dit is de kaart staven 8. Het gaat heel snel. Achter elkaar. Schep je lijden als je steeds naar die duivelse stem blijft luisteren. En dat iedere keer die duivel in kan mengen. Zich in kan mengen. En dat de lichtwerker, tweelingvlam, voor vertraging zorgt. En ze zijn het zat, want Saint-Germain, de geascendeerde meesters, die willen die versnelling erin brengen. En de lichtwerkers, die zetten die vertraging iedere keer in. Nou, dat kan niet meer. Dus het is, kijk, zij straffen niet, maar je straft eigenlijk jezelf. Door niet de keuzes te maken, hè, van dus je innerlijke stem te volgen, niet te volgen. Schep je eigen hel op aarde. Terwijl de duivel
je van alles belooft. Hè? Ah nee, dan hou je zekerheid, dan hou je veiligheid, dan hou je veel geld, dan hou je veel dit. En of, dan krijg je misschien nog meer, of een bonus, of weet ik veel wat je allemaal wordt beloofd. Loze belofte. Het is klaar. Deze mensen moeten, ja of moeten, hè? Je hebt altijd een vrije wil, maar dat heeft een consequentie. Het heeft een consequentie dan voor jou. En dat is dat je je eigen hel op aarde schept. Want ze laten het dus niet meer toe dat de mensen die hier geïncarneerd zijn, dat zij zorgen voor vertraging. Want de versnelling gaat er nog meer in. En je krijgt dus de test om te vragen, waar ga je nu, wie ga jij nu dienen? Wie ga jij nu dienen? Ga je Jezus en de andere geascendeerde meesters dienen? God dienen? Het universum dienen? Of ga je de duivel nog steeds dienen? Je egoïstische wil. En ja, we zijn er al heel lang op voorbereid. Dit. En ja, dit is dus een extra pittige, ja, genoeg is genoeg reading. Zo moest ik hem ook brengen. Het is klaar. Dus, ik ga er nog een reading achteraan doen. Ben je alleen maar bezig geweest om die liefde te manifesteren, dan ben je dus egoïstisch geweest en ben je niet dienstbaar geweest aan de mensheid. Want dan ben je met je egoïstische verlangens bezig geweest. Ben je alleen maar bezig geweest om je te richten op werk, op geld, op wat dan ook. Dan... heb je niet gericht op je goddelijk plan. Oké, ja, pittig. Maar ik snap het heel goed. De tijd dringt. Hè, want je ziet het, dat machtsmisbruik. De tirannen, dictators kunnen gewoon. Die hebben ingang. En dat is, we moeten op gaan staan. En dat begint in ons eigen leven. Als we het in ons eigen privéleven al niet durven, hè, om keuzes te maken, ja, dan... laat staan dat je het dan in het groot kunt of doet. En nogmaals, het zijn de mensen waar het ook van verwacht kan worden. Hè? Want natuurlijk, kijk, zij zijn natuurlijk niet gek. Hè? Ze zijn de meest bewuste die je maar kunt voorstellen. Hè? Zij zijn onze spirituele leraren, dus ze weten echt wel wat ze doen. En ze weten ook echt wel dat ze het niet kunnen verlangen van jongere zielen. En van... van de zielen die daar nog niet allemaal bewust van zijn. En wat nu heel mooi is, is dat de dood, death, nu als leidraad komt. Het moet afgelopen zijn, dat ego moet nu echt gaan sterven. Zodat de Jezus in jou, de Messias in jou, de Boeddha in jou, hoe je het ook wilt noemen, geboren kan worden. En dat hij zich manifesteert. En dat je dat ook durft te zijn. Ook al word je door het massabewustzijn naar beneden gehaald. Want dat gaat echt gebeuren. Jezus is ook niet voor niks aan het kruis genageld. Ik heb het van de week nog gehad toen ik er vooruit kwam dat ik een boodschapper was van de hemel en aarde. En een bepaald bericht doorgaf. Dan word je natuurlijk naar beneden gehaald. En
dat ik het beter weet en dat ik zo'n alwetende ben. En, nou, dat gebeurt nu eenmaal. Daar moet je juist. En daar zijn ook de meeste lichtwerkers zo ontzettend bang voor, om in hun kracht te staan en hun waarheid te brengen in groepen, in het openbaar. Omdat je, ja, dat is die angst om veroordeeld te worden door dat massabewustzijn. Maar daardoor kan een dictator zijn gang gaan. En ja, dat is die ziektes moet nu gaan keren. En dus niet dat juist de mensen die voor verandering moeten zorgen, juist zorgen voor vertraging. En dat is op dit moment gaande. En die mensen zijn op allerlei manieren geleid door synchroniciteit, boodschappen, rechtstreekse boodschappen, in dromen, in. Nou ja, je kan het zo gek niet. Via deze video's, andere boodschappers, ze zijn geleid, continu. En ze weten het dus. Ze weten het dus. Maar zijn nog steeds te beïnvloeden door de duivel. En deze mensen moeten nu het inhaalspelletje gaan spelen met die duivel. Zodat hij geen kans meer krijgt. Zodra je een inzicht krijgt, moet je in actie komen. Moet je daar niet meer dagen over gaan denken. De dingen doen. Accepting change. Ja, die mensen moeten verandering accepteren. Want we zitten in een verandering. We moeten naar een andere wereld. Maar niet de wereld die machtshebbers nu willen. Want daar zit alleen achter dat de machtselite rijk blijft en dat het volk afhankelijk wordt. Dat is juist niet de verandering die de geascendeerde meesters willen. De geascendeerde meesters willen dat het volk onafhankelijk wordt. En leiderschap neemt. Maar dan moet je niet stagneren in je persoonlijke leven. Dan moet je verandering accepteren. En niet in de status quo blijven. Het oude moet sterven. De doodkaart. Ik merk ook dat ik vrij... dat er pittig gesproken wordt. Kijk, de dood. Het is bevrijden uit oude verstrikkingen. Veranderingen naar buiten toe en in de buitenwereld. Dood en wedergeboorte. Het oude moet sterven, zodat het nieuwe geboren kan worden. Vergaan en nieuw worden. Transformatie. Dat is de dood. De oude relaties dienen ook uiteen te vallen. Relaties die gebaseerd zijn op machtsmisbruik, manipulatie, codependentie, afhankelijkheid dus. Moeten voor die bewuste mensen uiteenvallen. De voorstelling van deze kaart wordt beheerst door het skelet. En dat er klaar voor is met zijn zeis aan het maaien te gaan. Hij heeft zich in een uiterst lastige gespannen houding gemanoeuvreerd. De uitgangspositie voor bewegingen die een verandering en uiteindelijk een transformatie in gang zetten. Ze is er klaar voor haar dodelijke beet toe te brengen, wanneer dat noodzakelijk mocht zijn. De Phoenix kan pas dan herrijzen wanneer het vuur der transformatie alles verteerd en tot as gemaakt heeft. Deze kaart zegt verder. Jij bent nu bereid de noodzakelijke veranderingen in jouw leven aan te brengen. Aanvaard de pijn die het verlies van het oude met zich zou kunnen meebrengen. En aan welke verouderde relaties of situaties klamp jij je vast? Kijk, dit is het precies. Er zijn nog steeds lichtwerkers
in die groep van 144.000 zielen. En dat is niet alleen Nederland, hè, maar ik spreek natuurlijk voor de mensen in Nederland en België. Die zich nog steeds vastklampen aan iets ouds. En dus geen vertrouwen hebben in het leven. Dat het leven verder moet. Dat het moet groeien. Dat het moet ontwikkelen. En dat je je niet moet vastklampen aan het oude. Dat je je innerlijke stem moet volgen. Het onbekende in moet. En je wordt er geleid. Trust that the events occurring in my life are not random. Ik vertrouw erop dat de gebeurtenissen die in mijn leven verschijnen niet zomaar gebeuren. Mijn ervaringen zijn geen mislukkingen. En het universum en mijn hoge zelf hebben niet de pik op me. Of zitten me niet te pesten. Ik ga precies door waar ik doorheen moet. Zodat je voorbereid kan worden op een beter leven. Reis terug naar liefde. Een betere wereld. Een liefdevollere wereld. Maar dan moet de oude, egoïstische wereld sterven. En dan moet je dus niet je vastklampen aan het oude en bang zijn voor verandering. En de status quo willen handhaven omdat je... om duivelse redenen. Dat is geld, bezittingen, angst voor verlies... Angst voor verlies. Dat kan ook angst voor gebroken hart zijn. Dat kan angst voor verdriet van alles zijn. Maar ja, geen verandering accepteren. En dat de mensen niet door de problemen willen. Want keuzes maken wil zeggen dat je door bepaalde problemen heen moet. En dat is of dat je heel duidelijk moet communiceren. Heel eerlijk moet communiceren. Zonder manipulatie. Niet op een indirecte manier of dat je anderen de schuld geeft. Maar helder en direct moet communiceren. Het zij op je werk, het zij in je karmische relatie, het zij in je vriendschapsrelaties, whatever. Ja, worry. Kijk, er is allang... Hier, licht. Dat gaat nu ook weer komen. Maar deze personen hebben al ik weet niet hoeveel van dat goddelijk licht gehad. Inzichten. Dat geeft die Ace of Swords namelijk. Kijk, daar ga ik gelijk naartoe. Want het is niet zo dat deze mensen er niet klaar voor zijn. Maar zich nog steeds uit oude egoïstische motieven vastklampen. Waardoor, verdorie, Saint-Germain's gouden eeuw niet gemanifesteerd kan worden. Of althans, dat steeds maar vertraging is. Ace of Swords, zwaarden. En ook de samenkomst van tweelingvlammen, waar steeds een vertraging in is. En juist ook echt het samenkomen van tweelingvlammen die heel zijn, die allebei die magiërs zijn en ook nog eens complementair en elkaar aanvullen. Ja, die kunnen heel veel, net als Jezus dat samen met Maria Magdalena kon. Ze konden dat, ze hadden elkaar ook nodig om de rest van die missie te kunnen vervullen. Maar dat geldt natuurlijk alleen maar voor de tweelingvlammen die ook heel zijn. En die ook niet meer bang zijn om om te spreken, om de waarheid te delen met de wereld. Of daar op het punt staan dat te doen en daar ook niet meer bang voor zijn. Niet bang meer zijn om aan het kruis genageld te worden. En sommigen staan daar dus net voor. Ace of Swords. Zwaarden. 1. De azen zijn altijd nieuwe kansen. Kijk, maar het is goddelijke inspiratie. Geestelijke helderheid.
geniale verstandelijke vermogens en goddelijke inspiratie. Kijk, daar gaat het om. Het zijn mensen die steeds maar weer goddelijke inspiratie hebben gehad. Kijk, bij goddelijk licht krijg je dus steeds inzichten waardoor duisternis en onwetendheid en twijfel wegtrekt. De hemel opent zich. Kijk, natuurlijk heb je dat nodig om te kunnen manifesteren. De waarheid moet je zien en weten. Nou, deze mensen weten dat. Jij zult feiten opmerken en bij naam kunnen noemen die anderen liever onder het vloerkleed zouden willen vegen. Daardoor draag jij een grote verantwoording. Pas er wel voor op dat jij je inzichten nooit harteloos uitdrukt. Dat mag dus wel best wel direct zijn, maar nooit harteloos. Maar wanneer jij in contact met je liefde staat, gebruik dan je zwaard zonder jezelf of anderen te sparen. Saint-Germain, de geascendeerde meesters, hebben mensen nodig die bereid zijn om dat zwaard op te pakken. En niet om oorlog te voeren, juist niet. Maar wel om voor die waarheid te gaan. Voor die goddelijke waarheid te gaan. En te vertrouwen op jouw heldere waarnemingen. En dat je mee gaat creëren met de geascendeerde meesters. Dat je in je Messias, dat je de Messias gaat zijn. Maar wat ligt er steeds dwars op die Ace of Swords? Op die goddelijke inspiratie? Worry. Dat is het precies. Steeds maar zorgen maken. En dat zijn oude angsten. Waarbij deze personen steeds voor vertraging zorgen. Discs, even kijken. Je bent nu ook niet alleen maar meer verantwoordelijk voor je eigen leven. Dat willen ze ook dat ik dat nog zeg. Je kunt niet meer egoïstisch zijn. Je moet nu voor het al dienstbaar zijn, voor de mensheid. Je kunt je niet alleen maar meer zorgen maken over je eigen hachje. Want daar gaat dit om. Je hebt nu verantwoordelijkheid om je licht te laten schijnen voor het al. Kijk. Getop. Altijd met dat tobben en dat piekeren en dus geen keuzes maken. En problematische communicatie. Zorg, getop, gepieker, pessimisme, angst voor het bestaan. Evenwicht verloren. De situatie is weer vastgelopen en is geladen met spanningen. Een verhelderende communicatie lijkt onmogelijk. Ja, hier. Deze moeten helder gaan communiceren. Zeg wat je te zeggen hebt. Maar deze mensen raken dan ook steeds in een zwart gat. Geen uitweg zien, geen hoop. En onze innerlijke wijsheid maant ons iets te ondernemen. Het problematische van de situatie is dat we werkeloos blijven toezien. Terwijl we tegelijkertijd onszelf kwellen met verstikkende gedachten. Nou, dit is het precies. Op welke gebieden of in welke situaties ben jij nu nog niet helder en vastbesloten genoeg? Met welke mensen heb jij nog steeds iets op te helderen? Maak nu in jouw leven schoon schip. Je hebt nu de mogelijkheid om jezelf te bevrijden, mits jij de noodzakelijke discussie begint. Met jezelf of met anderen, dat maakt niet uit. Enkel heldere en opene communicatie kan de vooruitgang bevorderen. Nou, maar die ligt dwars. En dan komt hier ook nog extra. Communiceer helder. En kom voor je eigen inzichten op. Laat je daarin niet in verzoeking brengen door die duivel die inzichten weer... Ah joh, je flauwekul joh. Hier, ga weg met die inzichten. Er klopt niks van, bladibla. En dat jij weer gaat twijfelen. Nee, vertrouw op je goddelijke inzichten. Vertrouw op je leiding. Vertrouw op je innerlijke stem. En volg die. Wat een ander daar ook van vindt. Ik volg steeds mijn innerlijke stem. Ook al hebben anderen daar hun twijfels bij.
Dat is mijn missie, om toch mijn intuïtie te volgen. Ook al is het lastig en ook al moet ik steeds weer moed bij elkaar rapen. Oké, nou. Prinses of Dixie, er moet iets nieuws komen. Bereid je voor. We kunnen niet in het oude blijven. Dat kan niet. Maar we moeten niet de machtshebbers het laten overnemen. Want die gaan niet voor de onvoorwaardelijke liefde en een gouden eeuw zoals Saint-Germain. Dat al het overvloed voor iedereen gedeeld wordt. En dat het niet meer zo is dat 2/3 van de bevolking van honger sterft. En dat de machtselite rijk blijft. Dat kan niet meer in een nieuwe wereld. Dat kan niet meer in een nieuwe wereld. Princess of Discs. Ja, en die duivels zijn natuurlijk ook van, joh, ook hier in de regering nu. Kijk er goed naar, wees je bewust van wat er gebeurt. Maar ook in je innerlijke leven, in je eigen persoonlijke leven, want dat is al de spiegel. Dat is al die spiegel. En als jij het in je persoonlijke leven kunt, dan kun je het ook voor het al. Princess of Discs. Princess of Discs. Ja, het is erop of eronder. Vorige keer ook al met dingen bij de kop pakken. Zie, er moet een vernieuwing plaatsvinden. Princess of Discs. Vernieuwing, ook voor de moeder aarde. Er moet een geboorte plaatsvinden. Er moet ook meer harmonie komen. Dus, er komt iets nieuws in je leven, bereid je erop voor. Wat moet jij doen om je op het ontstaan van iets nieuws voor te bereiden? Nou, schoon schip maken in je leven. En veranderingen doorvoeren. Wat jij al lang weet met je innerlijke stem en je goddelijke inspiratie. Maar wat je tegenhoudt uit angst voor verandering. Hier, kijk, maar dit is ook iedere keer die vuurridder. Die iedere keer enthousiast wordt, maar vervolgens pas. Kijk, want dit is de Knight of Wands, dat is vuur. Die wordt iedere keer, dat is de ridder, en die krijgt iedere keer een vuurimpuls. En die laat zich dat dus iedere keer weer in dat oude trekken. En dat is die duivel. Iedere keer weer enthousiasme, levensenergie, van oké, dat is helemaal enthousiast weer, maar hapsakee. Even daarna is het weer weg. De Knight of Wands. Ja, zie, vurige energie, dynamisch, voorwaartse beweging, toegenomen inzichten en op handen zijn de veranderingen. Nou, recente verleden, goddelijke inspiratie, oké. Hup, enthousiasme. En mensen en situaties die in je leven zijn gekomen, die jou helpen om die dynamische verandering te kunnen krijgen. En dan ben je dankbaar in het recente verleden. Maar flats, komt die duivel weer en komen die zorgen weer. En is er weer vertraging. Hier, dit is die de vorige keer eruit kwam. Pak het bij de kop. Pak het bij de kop, die worry. Die zorgen, die angst voor verandering. Dat je niet door problemen wil. Dat je niet communiceert. Dat je daar angstig voor bent. Dat je je daardoor laat leiden. Dat je geen vertrouwen hebt ook in het leven. In het universum. En dat er iets dat een verandering dan ten goede komt. Niet alleen jou, maar het al. De mensheid. Want daar gaat de goddelijke wil voor. Die gaat niet voor jouw hachje. Dus, die Princess of Swords, die pakt alles bij de kop. Die laat zich niet door anderen in verzoeking brengen om de kracht weer weg te nemen. Dat laat hij niet toe. Het is de rebel, de rebellie en overwinning over die stemmingen. Dit zijn die stemmingen die je moet overwinnen. Blaas oude altaren op.
Bezit jij de moed om ze op te blazen? Blijf trouw aan jouw idealen. Een zwaarde prinses symboliseert een buitengewoon rebelse persoon die zich nog door het gevestigde, nog door het heilig verklaarde laat intimideren. Haar rebellie staat in dienst van helderheid, openheid en waarheid. Dat moeten nou die lichtwerkers gaan zijn. De rebel die in dienst staat van helderheid, openheid en waarheid. En vanuit je ego kun je nooit waarheid verkondigen. Dus heb je geen onderzoek gedaan, heb je nergens in gespecialiseerd, dan heb je geen waarheid nog bij je. Maar als je dat wel hebt en je bent bewust en je laat je ook inspireren door goddelijke wijsheid, dan ben je bewust en heb je waarheid in je. En dan kun je daarvoor gaan staan. En dan ben je bereid alles te verwoesten wat onderdrukt. En dus ook andere mensen die jou onderdrukken. Of regeringsleiders. Wat er is, onderdrukking is nu de grote spiegel. We worden tot slaaf gemaakt. Maar het kan ook zijn dat je in je eigen persoonlijke relatie tot slaaf wordt gemaakt. Blaas het op. Deze rebellie is heel positief, creatief en constructief. Dat is een hele mooie kaart. Die laat zich niet meer onderdrukken. Haar agressieve nee tegen onderdrukking is geworteld in een onvoorwaardelijk ja tegenover zichzelf en het bestaan. En haar houding is te vergelijken bij de resoluutheid waarmee eens Jezus de woekeraars uit het voorhof van de tempel verdreef. Zie, hier, treed in de voetsporen van Jezus. En laat misbruik niet meer toe. Genoeg is genoeg. Niet bij jezelf, maar ook niet bij anderen. Ja, zie, angst voor falen. Is de vorige video ook naar voren gekomen. Als je die nog niet hebt gezien, kijk die. Ging ook over tweelingvlammen die bij elkaar konden komen. Hè, de kans. En het is... voor tweelingvlammen, maar ook voor lichtwerkers, om de Jezus te zijn, om mee te helpen. De gouden eeuw te scheppen van Saint-Germain, dat is je missie. En dat je dat samen kan doen met je tweelingvlammen, oh, dat is nog mooier, want dan krijg je een driedubbele goddelijke inspiratie. Maar is dat nog niet zo het geval, sta op en doe je ding. Maar de meesten zijn bang voor falen. Discs, failure. En daarmee zorg je steeds voor vertraging. Meer mislukking, failure. Laat dat los. Je handelen, jouw handelen, wordt door zwaarmoedige, angstige verwachtingen geblokkeerd. Je maakt je te veel zorgen. Gedachten die volmondig ja zeggen tegen het leven in al zijn schoonheid en volheid, gecombineerd met dienovereenkomstig gedrag, scheppen de machtige krachten die de verwachte onplezierige gebeurtenissen kunnen veranderen in vreugdevolle ervaringen. Ga nou eens beseffen, lieve lichtwerker, lieve tweelingvlam, dat wat je hebt gemanifesteerd tot nu toe, dat je dit in je hebt. En dat je iets nieuws kunt maken, dat je verschil kunt maken in deze wereld. Met je goddelijke inspiratie. Als jij daar nou eens op gaat vertrouwen, in plaats van dat je nog die angstige oude gedachten volgt. Kom op, hier. De zon, verdorie. Goddelijke zon, je hebt die zon in je. Het is niet zo dat jij een onbewuste ziel bent. Die dat niet kan. Kijk, je gaat ook niet van een kind verwachten dat hij op een motor gaat rijden. Maar jij hebt je rijbewijs. Jij hebt je rijbewijs. Je hebt je goddelijke inzichten. Je hebt de vaardigheid verworven inmiddels. Sta nu in jouw kracht, in je zon. Creatieve energie. Hoogste creatieve energie. En dat is wat voor tweelingvlam is weggelegd. En dan komen geliefden ook bij elkaar. Dit ligt bij jou. Wijsheid, spiritualiteit, transformatie en bevredigende liefdesrelatie.
Zijn licht is de essentie van klaarheid en hoogste bewustzijn. Dit is een symbool ook voor een bevrijde partnerschap tussen man en vrouw. De verworven vrijheid uit zich in extatische vreugde en enthousiasme. Macht, strijd, jaloezie en gekibbel over grenzen behoren tot het verleden. Jij bent er klaar voor. Ook om herenigd te worden met je tweelingman. Maar dit is deze ook. Kijk. De juiste partners zullen elkaar vinden. De juiste partners trekken zijn als magneten voor elkaar. Hij draagt nu de hoge kwaliteiten van wijsheid en spiritualiteit in zich. Hij is niet langer enkel een spiegel die, zoals de maan, het licht van de zon weerkaatst, zonder echt zelf licht en warmte uit te stralen. Hij heeft nu de bron van alle licht in zichzelf gevonden en kan goddelijke wijsheid en liefde op heel de wereld laten stralen, met zijn getransformeerde licht alles doordringend. Nou, dit is het. Je bent nu dat licht. Twijfel daar niet meer aan en laat niet oude dingen, oude angsten zegevieren. Hier, ja, zie, dit is art, dat je herenigd bent met je mannelijke en je vrouwelijke energie. Dat is de water en vuur. Kijk, vereniging der tegendelen. Mannelijk en vrouwelijk is verenigd. Evenwicht, innerlijke verandering, transformatie, alchemie. Een grote sprong en scheppingskracht. De alchemistische vereniging van water en vuur. Heel de kaart wordt gekenmerkt door symbolen van integratie en de vereniging van tegendelen. Dat is precies wat tweelingvlammen. Als die tegendelen hebben verenigd, yang, yin, water, vuur, verstand, gevoel, intuïtie. Dan kun je je licht laten schijnen en voor deze persoon is de tijd rijp. En laat die oude angsten nu varen. Zwaarde 2. Dat is in de traditionele tarot, is dat die innerlijke stem die vrouw maar wel met een blinddoek voer. Daar moet ik nu ineens aan denken. Zwaarde 2. Doe die blinddoek af. En luister nou naar je innerlijke stem, want anders krijg je nooit vergeving. Snap je? Kijk. Want dan hou je dat oude, dan krijg je nooit die verlossing, die bevrijding van het oude. Maar als je naar je innerlijke stem gaat luisteren, krijg je direct die verlossing, de vergeving. Dan is het oude klaar. Direct. Dan is die verlichting daar, die zon, die vreugde. Zwaarde 2. In de traditionele tarot dus. Ja. Kijk, beslissingen in zakenrelaties die geestelijke vredigheid bevorderen. Innerlijke vrede, besluitvaardigheid, beslissingen in zakenrelaties. Maan in weegschaal. De twee zwaarden zijn het symbool van vrede. Kruis elkaar in de wit-blauwe roos. Bereidheid tot liefde en begrip in plaats van strijd. Dat is nu voorbij voor deze persoon. Innerlijke vrede is een bijzonder geschenk, bescherm ze, maar probeer je er nooit aan vast te klampen. Ingevingen en ideeën die zich nu aandienen, zijn het waard aandacht te krijgen. Zie je wel, innerlijke stem. We moeten ze in ons achterhoofd houden, zodat we ze in tijden van twijfel en verwarring tot richtsnoer kunnen nemen. Juist, twijfel en verwarring, baf, innerlijke stem. Luister ernaar. Wauw. Diepe vrede vervult mijn hart. Welke levensgebieden zijn nu van zeer groot belang voor jou? Je kunt nu in alle kanten de noodzakelijke beslissingen nemen. Je verkeert nu in een goede positie om verleden, heden en toekomst te overzien. Leg je inzichten vast op papier of anderszins. Ja, doe dat maar, want je vergeet ze steeds. Je vergeet het blijkbaar steeds. Leg ze vast en lees het. Ja, zie. Het is iedere keer die self-fulfilling prophecy met die zwaarde 9.
Het is tirannie waar je trouw aan bent. Je bent trouw aan een tiran. Of een innerlijke tiran, of een tiran in je leven. Kijk maar. Zwaarde 9. Vreedheid. Fanatisme. Harteloze hartstocht. Martelaars, wraak, zelfbestraffing, zelfverwijt. Het kan dus een tiran zijn, tirannie zijn. Vanuit jezelf, je innerlijke. Maar in bepaalde gevallen kan de kaart ook op de lichamelijke of psychische vreedheid van een harteloos iemand wijzen. Misschien een fanaat of wraakzuchtige tiran. En dit is precies wat ik steeds doorkrijg. Dat mensen lichtwerkers trouw zijn aan een destructieve heerser. Aan een tiran. En dat is die duivel. Maar dat kan ook je innerlijke stem zijn. Die ooit door de ouders zijn. Kijk, want deze kaart gaat ook over dat die stemmen ooit van de ouders zijn gekomen. De verwoestende verwijten die eens van de ouders of opvoeders kwamen, blijven met onverminderde hardheid komen, zij dat we nu zelf de regie voeren. Kijk, dan is het je innerlijke oude tirannetje in jou. Die alles boycott. Nou, maar dat heeft ook alles te maken met die duivel. Hier. Maar je moet nu standvastig zijn. Je wordt getest. Kom op, het is nu klaar. En de geascendeerde meesters zijn er ook klaar mee. Want het duurt te lang. We moeten nu terug naar die liefde. En daar mag geen vertraging meer in komen. Niet bij de mensen die er klaar voor zijn. Het is nu klaar. Dus je wordt getest. En nogmaals, je hebt al heel wat testen gehad, maar niet geslaagd, blijkbaar. Maar je hebt nu water en vuur met elkaar verenigd. Je hebt die rebellie in je. Die zon. Klaar voor iets nieuws. Enthousiasme. Alleen dit. Het is, begin die communicatie. Ga in gesprek. Met wie dan ook. Jij weet met wie. Oké, nou. Goh. Hier. Destructieve heerser. Iemand beïnvloedt jou. En dat is die woman met een hart niet op de goede plek. Dat is ook die duivel. Dus, het is niet alleen je eigen innerlijke stemmetje. Het is ook een harteloze vrouw. Een vrouwelijke energie. Die de boel steeds met die interventie komt. Het is. En dat lijkt misschien op je vermoeden vroeger of op je een andere invloed, negatieve invloed. Als deze vrouw verschijnt op de kop, dan is het iemand die jou steeds emotioneel alles op de kop zet. Jou emotioneel overweldigt, overweldigt, zodat je iedere keer weer in worry en falen terechtkomt. Ze zal je steeds naar beneden halen. Ze zal steeds zeggen, ah, dat kun je toch niet. Oh, dat is niet voor jou weggelegd. Ah, het is een jaloerse energie. Met iemand met wrok, met subtiele manipulaties. Een negatieve, emotionele invloed in jouw leven. Dus het is ook iets van buitenaf. Die jou iedere keer weer die gevoelens van falen inpepert. Dat je niet waard bent wat je wil manifesteren. En je uitlacht wellicht. Het is misschien vroeger ook iets dus van je eigen moeder of ouders geweest. Of opvoeders geweest. Dat doe jou iedere keer weer. Nou, daar heb je een. Het zal een karmische relatie zijn deze. Die jou iedere keer weer in. Uit jaloezie. In een negatieve oude invloed brengt. Wauw. Het is time to let it go. Or resolve things now. Want ja, echt hoor. Je creëert je eigen hel op aarde. Je moet nu kiezen. Kies je voor de duivel? Of kies jij voor wat, ja, voor de hogere wil? En om je licht te gaan laten stralen die wereld in. En dat je dus ook verschil gaat maken in die wereld.
kijk eens even hier. Voor je. Kijk eens even. Dit is het. Dit. Waar kies je dus voor? Kies je voor een happy family of kies je voor dit? Ja, dus dit is ook nog voor iemand een ook duidelijke leiding. Dat je het in je persoonlijke leven eerst op moet lossen. Voordat je echt dienstbaar kan zijn. Voor het al. Je moet het echt in je eigen leven eerst voor elkaar hebben. Leiderschap nemen. En je niet laten onderdrukken. Er is hier iemand die zich laat onderdrukken. En dat is een vrouwelijke energie. Kan ook voor bij enkele vrouwen zijn die zich door de vrouwelijke energie van een man laten onderdrukken. Kan ook. Het gaat ook over een heleboel mannen hier, dit. Ja, nou, oké. Dit is het. Eens even kijken. Ik ga afsluiten met het pad van liefde. Goh, dit is toch wat. In wording. De gezamenlijke dans. Kijk eens. Maar ik doe ze niet, want ik ga ze eruit pakken. Ik ga ze eruit pakken. Ik voel dat ik ze eruit moet pakken, want dat schudden gaat heel lastig. In wording. En dat is wel, dat vliegt bij mij naar binnen. In wording. Er is iets in wording. Je moet verder komen, zodat je verder kunt gaan met jouw goddelijk plan. Dat je niet stagneert. Het is in wording, maar als je stagneert, kan het nooit iets worden. Hè? Die eerste. De geregen parel. De geregen parel. 38. Hoewel we door de illusie van individualiteit ploeteren en onze innerlijke uitdagingen in ons eentje het hoofd moeten bieden, is onze spirituele transformatie geen onafhankelijke gebeurtenis. Zij is er ook niet alleen voor onze overwinning, zodra we de verlichte weg van allesomvattende liefde naderen. Ieder menselijk wezen is een parel aan het snoer van de goddelijke moeder. Deze parel neemt geleidelijk glans aan en toont haar schoonheid, waarde en gloed. Samen maken we een kostbaar offer in ruil voor haar geschenk van het leven. We kunnen leren om de gezamenlijke inspanning te stimuleren, zodat onze eigen reis deel gaat uitmaken van de reis van de groep, zonder daarbij neergedrukt te worden, want daar in plaats daarvan opgetild te worden. Dit is precies. Voor dit doel eren we de draad die ieder van ons als een één goddelijk wezen verbindt. Daarna eren we de parelessentie van onze goddelijke aard. Dat we in staat zijn om te groeien en een gedaantewisseling te ondergaan en een goddelijke schoonheid te worden. In wording. Deze kaart stuurt je een boodschap. Je staat in de stadblokken om van gezichtspunten te veranderen, om alle groepen waar je deel van uitmaakt, een bron van energetische verheffing in plaats van uitputting te laten worden. Ja, de zon laten schijnen. Voor het al, voor. Niet alleen jezelf. Als een groep mensen waartoe je behoort dit niet voor jou kan doen, ervaar je misschien geen trillingsresonantie en kan het tijd zijn om een groep te zoeken die jouw trilling energetisch ondersteunt. Vertrouw op je gevoelens en wees niet bang om jezelf open te stellen en jezelf toe te staan met andere aansluiting te vinden. Op die manier weet je pas echt of een groep of bijeenkomst iets voor jou is of dat je verder moet gaan. Maar heb er vooral vertrouwen in dat je niet alleen onderweg bent. De zielsverwanten die je zullen voeden, zullen je naar zich toetrekken.
zoals de parels aan de halsketting van de goddelijke moeder. Een hart alleen herinnert liefde en de tijd staat stil. Het is tijd om je bij je zielsconnecties te voegen. Want je bent nu die parel. En je kunt met heel veel parels of met meerdere parels kun je verschil maken in die wereld. Maar dan moet je wel het destructieve nu eens en voor altijd achter je laten, nooit meer omkijken. Het hart van het moment. En dan stop ik ermee. 16. Het hart van het moment. Tja. De keuze, hè. De keuze, daar gaat het om. Je bent in een periode beland waarin verleden en toekomst botsen. Nu is het perfecte moment om te besluiten of je met een zeker patroon in je relaties wilt doorgaan. Ja. Dit kan het einde van een relatie of juist het begin van een nieuwe relatie betekenen. Maar zelfs als je nog geen besluit kunt nemen, kun je nog altijd je spontane hart volgen en besluiten hoe jij wilt zijn. Oh, dit is het echte. Communiceren. Ga jij je uitspreken? Besluit jij nu om schaamte en kritiek, beoordeling, angst, verlies en wanhoop los te laten en nu gewoon voor je eigen hart te kiezen? Laat los dat angst voor falen. En schaamte of kritiek, beoordeling. Ga je nu kiezen om op jezelf te vertrouwen? Zelfs als dat vertrouwen je vertelt dat je nog wat langer moet wachten voordat je een besluit voor de langere termijn kunt maken. Nou, sorry, dat is nu niet meer. Het is nu klaar. Want dat heb ik van tevoren, althans voor deze persoon, doorgekregen. Dit is een tijd waarin je je toekomst kunt veranderen door op een nieuwe manier een relatie aan te knopen met iemand anders, met het goddelijke, met jezelf, zie, spirituele partners. Zelfs de kleinste keuze voor de liefde is een stap in de juiste richting. Het hart van het goddelijke zit in jouzelf. Het is niet moeilijk om voor de liefde te kiezen. Yeah. Neem af, oh, is toch mogelijk, hè? Neem afstand van de mensen die willen dat jij kiest voor jaloezie, angst, twijfel, falen, zorgen. Heer, neem er afstand van. Kies voor de liefde en wie weet zullen zich in plaats daarvan bij jouw feestje aansluiten. Deze kaart stuurt je een boodschap. Je zit in je leven en relaties in een overgangsfase. Er komt een moment dat er zich veel kansen zullen voordoen, waarbij één keuze veel wegen naar vervulling voor jou zal openbaren. We hebben altijd de kans om onze toekomst te creëren met onze huidige keuzes. Maar op dit moment bevind je in een zeer vruchtbare karmische periode, waarbij je uit een leercyclus bent gestapt. Kijk, je hebt hier niets meer van te leren. Dit is het moment om bereid te zijn in het diepe te stappen. Om gelukkig in jezelf te zijn. Ongeacht wat er rondom jou gebeurt. Dit gaat dus echt over een karmische relatie ook, die ten einde is. Er is een leercyclus ten einde. En je staat op een punt om een nieuwe cyclus in te gaan. Wauw. Oké, nog een gedicht en dan stop ik ermee. Liefde biedt de kans om de essentie van ons eigen karakter uit te drukken. De liefde raakt ons op een gevoelsniveau dat verder gaat dan de menselijke norm. En maakt onze wezens machteloos om met grotere diepte te voelen of ons te verbazen. Liefde is de stof van het leven. Het is de substantie die alles bij elkaar houdt. En de magie die het onbekende aan het licht brengt. Het is de eigenschap die onze ziel aanspreekt, die ons hart opent, die onze geest prikkelt en ons de kans geeft om in haar aanwezigheid iets groters te worden dan onszelf. Iets meer dan we op ons eentje zijn. Met de ware geliefde ben je meer dan dat je in je eentje kunt zijn. Liefde is de eigenschap die onze ziel aanspreekt en die ons hart opent om in haar aanwezigheid
iets groters te worden dan onszelf. Iets meer dan we op ons eentje zijn. Wauw. Spirituele liefde. Sommige. En deze ja, is vooral voor een aantal mannen. Dat zie ik dus aan deze kaart. Het gaat om een mannen die een negatieve invloed, vrouwelijke invloed, moeten loslaten. Vrouwelijke invloed die jou iedere keer weer in oude angst voor falen zet, tyrannieke invloed heeft, terwijl jij je lessen eruit geleerd hebt. Het is klaar nu. Laat het niet meer toe. Want als je het dus in je persoonlijke leven toelaat, laat je het. Vervul je missie niet en laat je het ook in het groot machtsmisbruik, tirannie, bestaan. Genoeg is genoeg. Accepteer verandering. En ga voor wat voor jou is weggelegd. En laat nu je licht schijnen, zodat we allemaal de mensheid kan geïnspireerd kan raken door wat jij het leven te brengen hebt. En dat is meer liefde in deze wereld. Meer verbinding. Kijk, deze mensen zijn met elkaar verbonden. Dankjewel voor het kijken. Heel veel liefs. Bye bye.